Hey iedereen, welkom terug bij mijn kanaal The Beauty Barbarella. Vanavond ga ik het een keer hebben over hoe ik mijn make-up organiseer. Mijn make-up meubel is eigenlijk opgedeeld in 4 grote blokken. Dus je hebt mijn verzorgingskastje, die kun je daar terugvinden. Dan heb je een kastje waarin dat voornamelijk mijn mascara's, mijn lipsticks en mijn lippaletjes zitten. Dan heb ik een derde blok waarin dat eigenlijk al mijn foundations, poeders en oogschaduwpaletten in zitten. En dan het laatste blokje, daar zitten voornamelijk mijn parfums en mijn haaraccessoires. Op mijn kastje zelf heb ik vaasjes neergezet van IKEA en daarin heb ik dan mijn make-up borstels gezet. En mijn make-up borstels zijn gesorteerd per soort. Dus je hebt 2 vazen waarin dat ik eigenlijk mijn grote poederpenselen heb. Je hebt een vaasje waarin dat mijn foundationpenselen zitten. Een vaasje waarin dat mijn concealer en blendingpenselen zitten. Mijn oogschaduwpenselen zitten weer in een andere vaas. En dan heb ik nog 2 kleine vaasjes voor specifieke penselen. Zoals bijvoorbeeld eyeliners en voor de lippen. Wat dat ik ook heb is een klein zwart mandje waarin dat mijn vuile penselen zitten. Want die hou ik het liefst van al gescheiden. En op die manier weet ik welke penselen ik aan het eind van de week moet wassen. Bijna alles van mijn make-up meubel is afkomstig van IKEA. Dus de ladeblokjes die hier gebruikt zijn, zijn de Alex ladeblokjes. Het blokje hier is dan weer een tv-meubeltje wat ik heb omgevormd. En het blad is het Linmon-blad. De lampen die zijn ook van IKEA. Die komen van de badkamerreeks omdat die ook waterdicht zijn. Dus dat is ook altijd gemakkelijk. En dan heb ik nog een klein spiegeltje met 2 kanten. Dus je hebt een gewone kant en een kant die vergroot. En dan heb ik nog een klein roze vuilbakje. En dat is eigenlijk een vaasje. En dan ga ik een keer laten zien hoe dat mijn meubeltjes er van binnen uitzien. Dit is mijn verzorgingsla. Zoals je ziet zit er heel veel in. Ik heb daar oogmaskertjes in van L'Oréal. Ik heb Le Lift dagverzorging van Chanel die nog opengemaakt moet worden om getest te worden. Ik heb hier een super fijn serum van Colistar. Een van mijn favoriete productjes van dit moment is de Superlips van Guerlain. Dat is een lipverzorging die tegelijkertijd ook de lippen lichtjes gaat plumpen, maar zonder een tintelend gevoel te geven. En erbovenop heb ik dan wat andere productjes gezet die ik veel gebruik. Dus mijn reiniging van Dior. En dit is ook wel iets heel tofs. Dat is de buikpatch van Colistar. Die ben ik momenteel aan het uittesten. Daar gaat over een klein maandje een review over komen. Maar laat ons zeggen dat hij al heel erg veelbelovend werkt. Dan mijn ladeblok. Dus hier zitten eigenlijk mijn losse oogschaduwen in. Mijn pigmentjes van MAC en van Sugar Pill. Mijn eyeliners. Deze is voornamelijk voor potloodjes. Deze 2 van Bobbi Brown zijn dan weer gel eyeliners. En in dit kleine bakje heb ik dan de liquid eyeliners. En dan mijn lipstickla. Ik heb een beetje een verslaving aan lipstick en ik heb gebruik gemaakt van de kleine bakjes van IKEA uit de God Morgan reeks. Dat zijn van die doorzichtige bakjes en ik vond dat wel gemakkelijk omdat je op die manier eigenlijk je lipsticks per kleur kunt sorteren. Hetgeen dat hier staat, dat zijn allemaal glossen van Dior en van Chanel. Hierin heb ik dan mijn lippotloden en dan hier al mijn rode lipsticks. Dit zijn mijn nude lipsticks. Hier dan alles wat roze en paars is. Hier het alles wat oranje is. Dit bakje hier is voor mijn liquid lipsticks. Mijn lipstickverzameling wordt steeds groter. Dus wanneer dat ik mijn zolder straks ga ombouwen tot mijn make-up kamer, ben ik eigenlijk van plan om deze anders in te delen. En hier van onder heb ik dan mijn lipstick paletjes. Dus dit is een paletje dat ik heb samengesteld bij Inglot. Ik heb hier een paletje van Makeup Forever. Hier heb ik mijn lippaletjes van MAC. Deze zijn van Sleek. Dit hier is mijn watersmink van Kryolan. En daarvan achter kun je ook nog mijn Makeup Forever flash paletje zien.
Hier al mijn blushes en poeders. Een super fantastisch paletje van B. Het contouring en highlight paletje van B gebruik ik super veel. Ik vind het een heel fijn palet omdat de contourkleur die erin zit op een assige toon gebaseerd is. Waardoor dat hij heel natuurlijk overkomt. Terracotta's van Guerlain, highlighter van B, Afterglow palette van Urban Decay. Dit is ook zoiets heel leuks. Als je echt een hele naturelle blush wilt, kun je de Miss Radiant blush gebruiken van Givenchy. En zoals je kunt zien, heeft hij eigenlijk allemaal kleine pigmentbolletjes erin zitten. Wanneer dat je hem versmelt met de huid, geeft hij een hele natuurlijke glow. Hier heb ik al mijn oogschaduwpaletjes in zitten. Het meeste dat je hier ziet is van Urban Decay. Dus je kunt de Naked 1, 2, 3 en Smoky zien. De Ultimate Basics. Dit is hier de Electric Palette. De After Dark Palette. Moondust. Gwen Stefani. Hier is Full Spectrum. De Vice 4 en dan daaronder nog de Vice Reloaded. Ook de limited edition van MAC in samenwerking met The Simpsons. Dat is ook een super mooi paletje. Dat is de Matte Eye van Too Faced. En hier twee paletjes van Sugar Pill. En in deze la heb ik dan al mijn foundations, concealers en liquid highlighters. Een van mijn favoriete productjes, maar die helaas uit het assortiment is, is de Glow Maximizer van Dior. Wat er dan ook nog in zit is de Soleil de Temps van Chanel en de Meteorite van Guerlain. En dan hier nog mijn foundations. En dan mijn parfumcollectie. Dit is alles van Dior. Zoals je misschien al weet ben ik super fan van dit merk. Dat is mijn Miss Dior collectie. Mijn Poison Girls en de Hypnotic Poison. En hier kun je ook nog de Dior Addict Eau de Parfum terugvinden. En dan daaronder de rest. En in deze la heb ik dan nog mijn overschot van parfums die ik niet meer in de bovenste twee lades bij kwijt kon. En mijn nagellakjes. En that's it voor deze week. Ik hoop dat je er iets aan hebt. En als je nog suggesties hebt over wat je graag zou willen zien in volgende tutorials en vlogs, laat dan zeker een berichtje achter hieronder in de commentbox. Tot volgende week maandag. Doei!